Gemeente, namens de kerkenraad zijn er enkele mededelingen. De collecte, vandaag zijn er twee collecten. De ene collecte is de gezamenlijke collecte voor de diaconie en kerkvoogdij. En de andere collecte is de diaconale collecte, die bestemd is voor de voorjaarszendingscollecte. De collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Op de biddag zijn er twee collectes. De gezamenlijke collecte voor de diaconie en de kerkvoogdij en de biddagcollecte. Woensdag 10 maart is het biddag. In verband met de avondklok zal de dienst om 19 uur, dus om 7 uur, beginnen. In de biddagdienst zal ook aandacht worden geschonken aan de bezinning voor het heilig avondmaal van aanstaande zondag. Censura Morum zal worden gehouden maandag 8 maart van 19 uur tot 19.30 uur bij de Scriba op de Grobbestraat 8. Dan is er nog een huwelijksaankondiging. Er staat op de trouwkaart: een mens maakt allerlei plannen. Wat wordt uitgevoerd is het plan van de Heere. Spreuken 19, vers 21. Huwelijksaankondiging van Clem Neig en Janine van Milligen. Ze zijn dankbaar en blij. Ze willen u vertellen dat zij op DV 12 maart 2021 gaan trouwen. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de organist zal nu voor ons spelen op het orgel. Thuis kan iedereen met hart en mond meezingen. In de kerk zingen we met ons hart. Psalm 34, gezang 34, het eerste vers. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Gezang 34, vers 1.
Gemeente, luisteren wij nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan zingen we daarna het psalm 43, daarvan het derde vers. Zend hier uw licht en waarheid neder, breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Ja, daar zal het vanmorgen over gaan in de verkondiging over die tent, tot uw gewijde tenten weder. Die tent, dat is de tabernakel van het Oude Testament. De Heere gaf aan Mozes de opdracht. Mozes moest het zeggen tegen de Israëlieten dat ze een tabernakel voor de Heere moesten maken. En bij het maken van die tabernakel, bij die tabernakel zelf, daar zien we ook heel veel terug van het lijden en het sterven van de Heere Jezus. Daar willen we vanmorgen over nadenken. Nu eerst de wet van God, daarna psalm 43, daarvan het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus, hij is het die de wet volkomen heeft vervuld. Hij is het ook die de wet heeft samengevat. Hij sprak en zei: U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Thank you.
Gemeente, we openen nu samen het woord van de Here. Dat doen we in het Oude Testament bij het Bijbelboek Exodus. Wij lezen het 25e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 9. Daarna nog een gedeelte uit hoofdstuk 27, vers 9 tot en met 19. Maar eerst hoofdstuk 25. In hoofdstuk 24, daar lezen we dat Mozes op de berg is en dat de Heere tot Mozes spreekt. En dan vanaf het 25e hoofdstuk horen we wat de Heere dan precies tegen Mozes zegt. Vanaf hoofdstuk 25, het eerste vers. Nou luidt het woord van de Heere als volgt. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor mij een hefoffer nemen. Van alle man wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult, goud en zilver en koper, als ook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar, en rood geverfde ramsvellen en dassenvellen en sittimhout, olie tot de luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen, sardonikstenen en vervullende stenen tot de efod en tot de borstlap. En ze zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Naar al wat ik u tot een voorbeeld voor deze tabernakel en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal. Even alzo zult gij lieden dat maken. Dan lezen we verder in hoofdstuk 27, hoofdstuk 27, vanaf vers 9. Gij zult ook de voorhof voor de tabernakel maken. Aan de zuidhoek zuidwaarts zullen aan de voorhof behangselen, dat zijn kleden zijn, van fijn getwerend linnen. De lengte van één zijde zal 100 ellen zijn. Ook zullen zijn 20 pilaren en dezelfde 20 voeten van koper zijn. De haken deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn. Alzo zullen ook aan de noorderhoek in de lengte de behangsels 100 ellen zijn. En zijn 20 pilaren en dezelfde 20 voeten van koper. De haken der pilaren en dezelfde banden zullen van zilver zijn. En in de breedte van de voorhof aan de westerhoek zullen behangselen zijn van 50 ellen, hun pilaren 10 en dezelfde voeten 10. Van gelijke zal de breedte van de voorhof aan de oosterhoek oostwaarts van 50 ellen zijn. Alzo dat er 15 ellen der behangselen op de ene zijde zijn, hun pilaren 3 en hun voeten 3, en 15 ellen der behangselen aan de andere zijde, hun pilaren 3 en hun voeten 3. In de poort nu van de voorhof zal een deksel gordijn zijn van 20 ellen, hemelsblauw en purper, en scharlaken en fijn getwerend linnen. Geborduurd werk, de pilaren 4 en hun voeten 4. Al de pilaren van de voorhof zullen rondom met zilveren banden bezet zijn. Hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. De lengte van de voorhof zal 100 ellen zijn en de breedte doorgaans 50. En de hoogte 5 ellen van fijn getwerend linnen. Maar hun voeten zullen van koper zijn. Aangaande al het gereedschap voor de tabernakel, in al deszelfs dienst, ja al zijn pennen en al de pennen voor de voorhof zullen van koper zijn. Tot zover de woorden uit de schrift. Gemeente, we willen ook voorbeden doen in deze dienst. Dat doen we voor het aanstaande bruidspaar. Vrijdag 12 maart hopen Clem Nijg en Janine van Milligen elkaar het jawoord te geven. De kerkelijke inzegening zal om 14:45 plaatsvinden in de hervormde gemeente te Boven Hardingsveld. De dienst zal geleid worden door dominee Den Ouden. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst.
Heere, getrouwe, almachtige God, Vader in de hemel. Zo is het weer zondag geworden. En we danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. Met een deel van de gemeente mogen we samen zijn. En een groot deel van de gemeente mag thuis met ons verbonden zijn. En we danken u dat het weer zondag mag zijn. En dat we mogen leven in de lijdenstijd. Het is alweer de vierde lijdenszondag. En we danken u, o grote God, dat u zelf naar de aarde kwam en dat u zelf dat werk hebt volbracht. Dat u uw Zoon gezonden hebt, Heere Jezus, u bent de zaligmaker. U werd geboren in de stal van Bethlehem en u ging de weg van de kribbe naar het kruis. En u deed het voor ons, u deed het voor de zonde van de mensen. U deed het om een weg te openen waar geen weg was. En Heere, dan bidden we. Aan het begin van de dienst, voordat de woordverkondiging plaatsvindt, dan bidden we, Heere, maak ons stil voor u. Leer ons in deze lijdenstijd, in deze stille tijd, om stil te worden. Leer ons uw lijden recht betrachten. Heere, daar bidden we om. En dat het zo mag zijn in deze dienst, dat u zelf tot ons spreekt, zodat wij het ook mogen zingen, o liefde, die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. Heere Jezus, dat u dat alles wilde volbrengen, dat u dat deed voor schuldige mensen, voor zondaren die bij u vandaan lopen, elke dag weer. Wat is dat een onbeschrijfelijk wonder, een wonder van genade. Geef dat we allemaal van die genade zullen leven, van het bloed dat gevloeid heeft, van dat water dat uit uw zijde kwam. Heere, zo bidden we, wees onder ons, wees met allen, ja, ook met iedereen die hier niet bij ons kan zijn, iedereen die thuis is en met ons verbonden is. Wat is alles anders? Wat is het gemeente zijn ook verbroken, ontwricht? Maar Heere, u kent ons allemaal. U bent die grote opperherder en u zorgt voor de kudde, ook hier in Katwijk. U zorgt ook voor de gemeente van Benjamin. Dat mogen we vast geloven, want u bent die God die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van uw handen. Heere, zo bidden we voor alle gemeenteleden die het moeilijk hebben. U kent ze allemaal heel persoonlijk. Degenen die eenzaam zijn. Heere, we bidden voor rouwdragenden in de gemeente. Als er lege plaatsen zijn gekomen. Als het elke keer weer gevoeld wordt. En in het bijzonder op de zondag. Als het rustdag is en als de stilte in huis is, Heere, ontferm u over weduwen, voor weduwnaren. We bidden, Heere, ook voor de kinderen in de gemeente, dat ze de dienst goed mogen volgen, dat ze mogen begrijpen. We bidden voor de jongeren, wil met uw Heilige Geest in hun hart werken, zodat ze mogen ontdekken wat u tot hen zegt door uw woord. We bidden voor de ouderen. Als er moeite of verdriet is, Heere, wees dan nabij. We bidden voor de gezinnen. Geef rust op deze dag en geef dat u tot ons spreken zult. Heere, we dragen ook de alleengaande aan u op. U kent in ieders leven, heel persoonlijk. Zo bidden we voor ieder die een taak heeft in de dienst, een taak in de gemeente. We bidden ook voor de broeders van de kerkenraad. Wees hen nabij in alles wat er op hen afkomt. Wilt u ook de weg wijzen in het beroepingswerk, dat u zelf op uw tijd en wijze ook een herder en leraar aan de gemeente wil verbinden. Heere, u bent toch die God
die eeuwig leeft en u bent het die regeert. Zo mogen we alle dingen in uw handen leggen. We bidden om de voortgang van uw koninkrijk in de gemeente, buiten de gemeente. Heere, wil ook met onze overheid zijn. In deze moeilijke tijden geef ook een terugkeer tot u in ons land. Nu de verkiezingen aanstaande zijn, wees met de christelijke partijen. Geef hen standvastigheid om bij uw woord te blijven. Heere, we bidden voor uw volk Israël. We bidden dat er meer en meer de Messias gaan beleiden. We bidden voor de christenen die vervolgd worden, die al zoveel jaren zoveel verdriet in hun leven kennen. Heer, ontferm u. En ontferm u ook over een ieder van ons. Zo bidden we en danken we u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek, die kunt u vinden in Exodus 25, daarvan het achtste vers. Exodus 25, het achtste vers. En daar staat: en zij, dat zijn de Israëlieten, zullen mij, zegt de Heere, een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wone. Dat is de tekst voor de preek. En het thema voor de preek, dat luidt als volgt: een heiligdom voor de Heere. Drie punten voor de preek. Ten eerste, hij maakt woning. En ten tweede, een omheining eromheen. En ten derde, de deur geeft toegang. Dus hij maakt woning, dat lezen we dan vooral in hoofdstuk 25. Een omheining eromheen bij de voorhof, dat lazen we in hoofdstuk 27... En dan de deur geeft toegang. Dat lazen we in hoofdstuk 27, vers 16. Daar zegt de Heere dat er een deur moest komen. Maar eerst als inleiding op de verkondiging nog Psalm 15. Psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 15, vers 1, dat is een vraag. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent, in die tabernakel? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Vers 1 de vraag en dan vers 2 het antwoord. Die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. Psalm 15 vers 1 en 2.
Een heiligdom voor de Heere. Ten eerste, Hij maakt woning. Ten tweede, een omheining eromheen. En tenslotte, de deur geeft toegang. Gemeente, jongens en meisjes, in de kerk en thuis. Soms kan het helpen als je ergens een plaatje bij hebt. Een foto, een afbeelding. Misschien hebben jullie thuis in de woonkamer een foto. Misschien staat er ergens op de kast of in de kast een foto van een opa of een oma die al overleden was voordat jij geboren werd. En als je dan naar die foto kijkt, dan weet jij ook hoe die opa of die oma eruit zag. En ook op school is dat zo. Als je die lastige rekensom moet maken, en als er dan een plaatje bij staat, dan kan dat plaatje jou helpen om de som te begrijpen. Of als je aan het lezen bent in dat spannende boek, en dan op de volgende bladzijde dat plaatje, dan maakt het nog spannender. Nou, jongens en meisjes, jongelui, gemeente, de tabernakel in het Oude Testament, dat is ook zo'n plaatje. Dat is ook een afbeelding. En wat zien we dan op die afbeelding? Nou, daar wordt het voor ons afgebeeld. Al zoveel jaren voordat de Heere Jezus naar de aarde kwam, waarom Hij lijden en sterven moest. De evangeliën, de eerste boeken van het Nieuwe Testament, ze vertellen ons dat Jezus kwam om te lijden en te sterven. En de Tora, dus de eerste boeken van het Oude Testament, zij vertellen ons waarom Jezus kwam lijden en sterven. In het bijzonder, die tabernakel vertelt het ons. En het lijkt zo vanaf een afstand een nietszeggend plaatje. Jongelui, het is geen populaire foto die je zomaar voorbij ziet komen op Instagram of Facebook. Het is een plaatje van een tent. Een tent die al lang niet meer bestaat. Een tent die wel is nagemaakt op allerlei manieren. Maar die tent van toen, ja, die is er al lang niet meer. Duizenden jaren geleden werd die tent gemaakt. En toch heeft die tent van toen betekenis voor ons. Betekenis voor nu. Dat zegt de Heere zelf in zijn eigen woord in Hebreeën 9. Dat die tabernakel een afbeelding is voor de tegenwoordige tijd. Dus die tabernakel was niet alleen een afbeelding voor toen, voor de Israëlieten toen, maar ook, zegt de Heere in Hebreeën 9, voor de tegenwoordige tijd, voor de christenen van het Nieuwe Testament en na het Nieuwe Testament, voor ons. En wat kunnen we daar dan van leren, van die afbeelding van de tabernakel? Nou, gemeente, daar kunnen we heel veel van leren. We beperken ons vanmorgen tot drie dingen die we ervan kunnen leren. Dat zijn dan de drie punten voor de preek. Het eerste wat we van die afbeelding kunnen leren, wat die afbeelding ons laat zien, dat is wie God is. Wat Gods hart is. Wat God wil. Wat wil God? Hij wil wonen bij de mensen. De Heere zegt dat tegen Mozes. Als Mozes op de berg Sinaï verblijft, zo lezen we dat in hoofdstuk 24. Het volk Israël is bevrijd. We kennen die geschiedenis uit Egypte. En dan gaan ze op weg
door de woestijn naar het beloofde land. En op weg naar het beloofde land, dan geeft de Heere aan Mozes de opdracht. Mozes is dan 40 dagen en 40 nachten op de berg, alleen met God in de stilte. En dan op de zevende dag, de zevende van die 40, dan spreekt de Heere tot Mozes vanuit de wolk. En wat zegt de Heere dan? Zij moeten voor mij een heiligdom maken. Spreek tot de Israëlieten. Zo begint de Heere dan te spreken aan het begin van hoofdstuk 25, dat zij voor mij een hefoffer nemen. Allerlei materialen worden opgenoemd die nodig zijn voor die bouw van de tabernakel. En alle Israëlieten worden opgeroepen hun steentje bij te dragen. Met als grote doel de bouw van dat heiligdom. Zodat ik in hun midden kan wonen, zegt de Heere. Dat is het geheim. Dat God aan Mozes openbaart in die hoge heerlijkheid zijn plan. Dat later in de tijd door de eeuwen heen steeds verder wordt uitgewerkt als hij tenslotte zijn zoon naar de aarde zendt. En het woord is vlees geworden. En het heeft, zegt Johannes dan, onder ons gewoond. Onder ons getabernakeld. Maar het begint allemaal bij God. Hij zoekt naar contact, zoals het er was in de Hof van Eden, met Adam en Eva, ze leefden in gemeenschap met God. Ze leefden in een constante verbinding. Ze hoorden de stem van de Heere God, die wandelde in de hof. Gemeente, daarvoor zijn wij nu geschapen. Daarvoor ben ook jij. Daarvoor heb ook jij het leven ontvangen. Waarvoor? Om even hier op aarde te leven en dat is het dan? Nee, om te leven met een hoger doel. Om te leven in gemeenschap met God. En dat is dan ook het ontzagwekkende van de zonde. Want die gemeenschap is er niet meer. Dat voelen we allemaal wel aan. Er is een diepe breuk gekomen en we zijn allemaal de weg kwijtgeraakt. Maar God is niet veranderd. Hij zoekt contact. Hij is de eerste. Met die heerlijkheid waarmee hij zich aan Mozes openbaart op de berg. Met die heerlijkheid wil hij komen onder de mensen. Dat is ongelooflijk. De almachtige God, de schepper van hemel en aarde. Hij wil wonen tussen zijn schepping. Zoals dat in de Hof van Eden het geval was. Ja, maar nu, hier in het Bijbelboek Exodus, komt hij wonen niet in de Hof van Eden, niet tussen mensen die nog geen zonde hebben gedaan, Adam en Eva in het begin, maar tussen de Israëlieten, tussen hele gewone mensen, net als u en jij en ik, mensen met alledaags leven. Mensen met zorgen en verdriet. Mensen met allerlei zonde en ellende. Mensen met ruzie en oneenigheid. Mensen die echt niet altijd God op de eerste plaats in hun leven hebben staan. Integendeel, meestal gaan ze voor zichzelf. En wat doet God? Gemeente, dat is Gods hart. Hij komt wonen.
Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hij slaat zijn tent op tussen die mensen die de weg zijn kwijtgeraakt. En het past helemaal niet bij elkaar. Als Mozes daar op de berg is, in die heerlijkheid van God, en als hij naar beneden kijkt, dan ziet hij die grijs-grauwe tenten daar beneden. Een grauwe deken, een wolk, een grijze massa. En moet God, moet de Heilige daar tussen wonen? Wat een diep contrast. Terwijl God zijn hart verklaart aan Mozes. En terwijl God in die 40 dagen uitlegt aan Mozes hoe die tent gebouwd moet worden en hoe het er allemaal uit moet zien. Niet alleen de tent, maar ook de voorhof en alles wat erin komt. Het brandofferaltaar en het wasvat en in het heilige en in het heilige der heiligen. En ondertussen, terwijl God daarover spreekt met Mozes, ondertussen, zo lezen we dan in hoofdstuk 32, is het volk daar beneden, wat zijn ze aan het doen? Ondertussen, aan het juichen, aan het springen, aan het dansen voor een gouden kalf. Ze hadden het even nodig, blijkbaar. Ze konden even losgaan. Wil God daartussen wonen, gemeente? Ja, de Heere zegt, in hun midden. In hun midden wil ik wonen. Daar, waar het van onze kant helemaal fout gaat. Waar wij het niet meer redden, daar komt Hij. In het midden. Waar twee moordenaars worden opgehangen. Daar komt Hij tussenin. In het midden. Niet ergens aan de zijkant van je bestaan. Oh ja, ik ga ook nog op zondag naar de kerk. Maar verder doet het me niet zoveel. Nee, in het midden van je leven wil Hij zijn. En daar gaat het ook naartoe. Want straks gaat die tabernakel mee. Straks gaan ze verder door de woestijn. En de tabernakel is in hun midden. En het is Gods plan. Hij is de eerste. En zij moeten het uitwerken. Maar Hij heeft het bedacht. Hij is de grote architect. En Hij heeft erover nagedacht, tot in de kleinste details, hoe die tabernakel eruit moet zien. En als het nu een afbeelding is, als de Heere dat zelf zegt in Hebreeën 9, als die tabernakel ons laat zien waarom de Heere Jezus naar de aarde kwam en waarom Hij lijden en sterven moest, dan wijst uiteindelijk ook alles van die tabernakel naar Hem. Ook het kleinste detail. Dat grote ontwerp, in die bouwtekening die God gemaakt heeft, van de tabernakel en van al zijn voorwerpen. Het wordt aan Mozes getoond. De ark van het verbond, de gouden kandelaar, de tafel met de toonbroden, het reukofferaltaar, het koperen wasvat, het brandofferaltaar, de tent kleden, vier kleden op elkaar. En hoe die tent opgebouwd moest worden. De planken, rechtopstaande planken, dwarsbalken erdoorheen. En ook de voorhof, de omheining, de deur. En als Mozes het allemaal gehoord heeft, kan die het zingen. En nu weet ik hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen.
naar uw gemaakt bestek, naar uw vast ontwerp, in eeuwigheid zal reizen. Gemeente, in die tabernakel, daar ligt Gods hart, daar ligt Gods plan, daar ligt Gods verlossingsplan. En waar begint het dan? Nou, de Heere begint bij het allerbinnenste, bij het allerheiligste, bij de ark. Hoofdstuk 25, vanaf het 10e vers. De ark, daar daalt hij neer. Maar daar moeten wij eindigen, want wij staan precies aan de andere kant. Dus wij beginnen bij de voorhof, bij de kleden, de omheining. Dat is hoofdstuk 27. Dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek, een omheining eromheen. Ja, jongens en meisjes, als je een bezoek wil brengen aan iemand die heel belangrijk is, bijvoorbeeld aan de koning en de koningin, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, op paleishuis Ten Bosch in Den Haag, waar de koning en de koningin wonen. Als je daar een bezoek wil brengen, nou, jongens en meisjes, dan kun je niet zomaar naar binnen. Want, ja, je kunt er wel naartoe gaan met de auto, maar dan kun je niet verder rijden. Want er staat een hoog hek voor de ingang. En achter dat hek staan twee hoge glazen veiligheidsdeuren met kogelvrij glas erin. En voor dat hek staan donkere palen, zodat er geen auto komt die er zomaar in kan rijden. En jongens en meisjes, ook rondom die tabernakel, rondom de tent van de Heere, ook daaromheen moest een hek komen, een omheining, palen met kleden ervoor. Want ook bij de Heere God kunnen we niet zomaar naar binnen. Want de Heere is heilig, toch? En wij zijn dat niet. Wij zijn zondig. Gemeente, dat is het tweede. Het tweede wat deze afbeelding ons laat zien. Het tweede wat we vanmorgen mee mogen nemen. Die afbeelding van de tabernakel laat ons in de eerste plaats zien wie God is, wat Gods wil is. Hij wil bij de mensen wonen. En die afbeelding laat ons in de tweede plaats zien wie wij zijn. God kan niet zomaar bij de mensen wonen. En daarom moest er iets omheen, een muur, een omheining. God zet zijn woning niet zomaar ergens neer in de woestijn. Er moest een gordijn omheen, een bescherming. En je kon er niet zomaar even een kijkje komen nemen. En je kwam er ook niet toevallig terecht. Er was een drempel, een hoge drempel. Die hele voorhof is omgeven met gordijnen, met kleden. Aangebracht op de hoogte van 5 ellen. 5 ellen, dat is ruim 2,5 meter. Ruim 2,5 meter is de hoogte. Stel je voor, je komt daar aan bij die tent en je ziet daar de omheining. Nou, dan kun je niet verder, want die omheining die is hoger dan dat jij zelf bent. 2,5 meter. Hoger dan een mens. En het wordt heel precies allemaal beschreven hoe die omheining eruit moet zien.
De gordijnen, de pilaren, de voetstukken, de haken en de verbindingstukken. Het materiaal waar het van gemaakt moet worden. De lengte en de afmeting. 100 L moest de lengte zijn. Dat betekent ruim 50 meter is de lengte. 50 L de breedte, dus ruim 25 meter de breedte van die omheining. En die omheining, die kleden zijn gemaakt van een bijzondere stof van dubbeldraads, fijn linnen, fijn getwerend linnen. Wit als de kleur, zo wit als de sneeuw. Want achter dat witte gordijn, daar woont de heilige, die geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Gemeente, wat een contrast. Tussen die grauw-grijze tenten daar beneden, blinkt straks in het midden alles wit. Een witte wand. En die witte wand zet ons stil. Die witte wand toont ons dat God God is en dat wij mensen zijn. Weggelopen mensen. Die witte wand toont ons. Het kan helemaal niet. Hij zoekt ons. Hij is niet veranderd, maar wij zijn wel veranderd. Wij zijn weggelopen mensen. Gemeente, die eerste keer toen het volk het zag, al dat wit, zullen ze er niet aan teruggedacht hebben. Terwijl onze goede God dit plan heeft uitgedacht. Toen waren wij voor een beeld aan het knielen. Die witte wand is als een spiegel. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet voor u bestaan. Die witte wand zegt, ho, stop, verboden terrein. En de Heere zegt het later ook in ditzelfde Bijbelboek. Met zo'n volk kan ik niet optrekken. De Heere is vertoornd over de zonde van het gouden kalf. Wat is hij op zijn hart getrapt? Wat is hij in zijn liefde gekrenkt? Hij zoekt naar het volk en het volk knielt voor een beeld. Gemeente, hij zoekt naar ons. Hij zoekt ons hart. Maar als wij dan eerlijk voor de dag komen met ons hart, dan moeten we belijden, maar ons hart zoekt u niet. En de Heere had het eerder gezegd tegen Mozes. Kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten. De plaats waarop u staat is heilige grond. En ook de psalmdichter zegt het, we hebben het gehoord als inleiding op de verkondiging. Psalm 15. Die vraag. Wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? En dan het antwoord. Hij die oprecht wandelt, gerechtigheid beoefent, met zijn hart de waarheid spreekt, met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
En aan die criteria voldoe ik niet. Gemeente, wat is dat aangrijpend? God wil wonen in ons midden. Maar wij kunnen niet met hem wonen. Vanwege onze zonde. God daalt neer achter de muur. Achter de omheining. En dat is maar goed ook. Want stel je voor dat hij zomaar onder die Israëlieten was neergedaald. Terwijl ze voor een beeld aan het knielen waren. Dan zouden ze allemaal in één ogenblik vergaan. Dat is maar goed ook, die muur. Die muur biedt bescherming tegen de toren van God over onze zonde. De muur is de grens. En die grens kenden de Israëlieten. Eerder had de Heere gezegd, niet alleen tegen Mozes, maar ook tegen al het volk, toen hij zijn heilige wet gaf. Ook toen moesten ze op afstand blijven. Ja, heel de schrift getuigt ervan. Het is niet meer zoals het was. Er is afstand gekomen. Adam en Eva, ze vluchten weg voor de Allerhoogste. Ze verbergen zich achter de bladeren. En zelfs Jesaja zegt het. Als de Heere verschijnt op die hoge en verheven troon. En als de engelen roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dan roept Jesaja het uit. Wee mij, omdat ik een man van onreine lippen ben. En als Mozes op die berg is, en als het volk Israël daar beneden is, dan lezen we het aan het einde van hoofdstuk 24, dat de Israëlieten het hebben gezien. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Gemeente, die omheining, die muur, toont ons waarom Jezus sterven moest. Want die muur is op hem afgekomen. Hij heeft het gevoeld tot in het diepst van zijn ziel wat die muur inhoudt, die muur die wij hebben gemaakt. Wat onze zonde teweeg gebracht heeft. Het is op hem neergekomen. De toren van God over onze zonde. Toen hij daar hing. In die Godverlatenheid. Toen de hemel gesloten bleef. Toen hij riep. Mijn God, waarom? En er geen antwoord kwam. De Zoon van God, smetteloos wit, onder een donkere hemel. En waar moet jij dan blijven, als God neerdaalt in zijn heerlijkheid? En als je nog in je zonde bent, als je nog op afstand leeft, als je nog buiten Jezus leeft,
En als je hem straks ontmoeten gaat, denk je daar wel eens over na? Of leef je gewoon je eigen leven en zie je wel waar het schip strandt? Je hebt een zaligmaker nodig. Je hebt een redder nodig. Echt waar. Want God zegt het zelf in zijn eigen woord, dat je buiten die redder niet voor hem kunt bestaan. Je hebt Jezus nodig. En zo komen we bij de derde gedachte voor de preek. De deur geeft toegang. Ja, jongens en meisjes, die tabernakel, weten jullie het nog? Die tabernakel, Mozes moest het zeggen tegen de Israëlieten, ze moesten een tabernakel maken. En dan die gordijnen, die kleden eromheen, die witte muur om die tabernakel heen. En dan, als je dan een rondje om die tabernakel heen loopt en je komt bij de voorkant, dan zie je iets heel bijzonders. Daar is het niet alleen maar wit. Daar zie je ook andere kleuren. Daar zit een ander gordijn tussen. Een heel speciaal gordijn. En door dat gordijn heen kun je naar binnen. Je kunt er achterlangs naar binnen. En dat gordijn dat ervoor hangt, het heeft speciale kleuren, het is gemaakt van een speciaal werk, het is geborduurd en het is heel breed, het is wel 10 meter breed. We lezen dat gemeente heel duidelijk in hoofdstuk 27, vers 14 en 15, aan de ene kant 15 L, aan de andere kant 15 L en dan in het midden 20 L. Want 50 L was de breedte, dus 15 L aan de ene kant, 15 L aan de andere kant, blijft er 20 L over voor het midden. En dat is de opening, dat is het gordijn. Gemeente, dat is het derde. Dat is de derde les voor vanmorgen. Er zit nog veel meer in die tabernakel. Maar deze drie voor vanmorgen. De eerste, dat hij wil wonen onder de mensen. Dat is Gods hart. En de tweede, die omheining, toont ons wie wij zijn. Dat gaat zomaar niet. En dan de derde les. Dat is de deur. En de deur laat ons zien dat er een redder is. Aan alle kanten is de toegang gesloten. Maar aan de voorkant zit de opening. Een gordijn. En alle nadruk valt in dat Bijbelgedeelte op dat gordijn, op dat 16e vers in hoofdstuk 27. In het midden. Hij wil wonen in het midden van het volk. En nu, in het midden de opening. In het midden, zodat het niemand zal ontgaan. Gemeente, wat laat het ons zien? De ruimte die er is bij Jezus. Jezus wil niet dat er iemand verloren gaat. Jezus stelt zich aan je voor. Hij komt in het midden. En hij zegt, hier ben ik. Gemeente, wat is dat een wonder. Waar van onze kant elke weg tot God doodloopt, blokkeert, komt hij van zijn kant met een nieuwe weg. En hier zitten we in het Bijbelboek Exodus, maar door heel de Bijbel heen wordt op deze poort gewezen. Ja, in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Ja, Jacob zei het al. Nog zoveel jaren voordat deze afbeelding kwam. Jacob. Nee,
Niet toen hij zo oprecht had geleefd. Niet toen hij zo'n vrome jongen was. Maar toen hij zo'n bedrieger was. Toen hij op de vlucht was. En toen hij in Bethel kwam. Toen riep hij het uit. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis van God. Dit is de poort van de hemel. Gemeente, er is een poort. En die poort staat wijd open. En die poort is niet voor vrome mensen. Maar voor zondaren. Die de weg zijn kwijtgeraakt. Die poort is gemaakt van vier verschillende soorten stof, van vier verschillende kleuren. Zo lezen we in vers 16, hoofdstuk 27, vers 16. Dat gordijn is hemelsblauw. Dat is de eerste kleur. Ten tweede, purper. Purper, dat is rood met blauw gemengd. Dat is een koninklijke kleur. Ten derde is dat gordijn scharlakenrood. En ten vierde, net als de rest van de omheining, van fijn getweerd linnen, dus wit. En zouden al die kleuren niet heen wijzen naar hem die toen nog komen moest en die nu gekomen is? Dat hemelsblauw naar hem die uit de hemel is neergedaald. Dat volmaakte wit naar hem die als enige zonder zonde was. En dat scharlakenrood naar hem die zijn kostbaar bloed vergoot. En die purperen kleur naar hem die de koning van de Joden is. Die de koning der koningen is. De kruiskoning, zie uw koning. Ja, daar komen die soldaten. En ze leggen een purperen kleed om hem heen. Gemeente, ziet u wat die afbeelding ons wil zeggen? Die afbeelding van de tabernakel. Hij zoekt naar ons. Hij maakt woning. En dan die omheining. Onmogelijk. Alles zijnde op rood. Hoe kan God met mij? Misschien voel je het wel zo diep van binnen. Hoe kan God met mij zondaar omgaan? En nu die deur. Er is een deur. Alles zijn op rood en toch groen licht. Er is er één die de toegang heeft geopend. Waardoor ik, waardoor jij, waardoor u, wie je dan ook bent, vanmorgen naar binnen mag. Zonder angst, zonder beven, met vrijmoedigheid. De Heere zegt het zelf in zijn eigen woord. In de Hebreeënbrief, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Gemeente, dat is de les. De les van die toegang tot het tabernakel. Daarom gaf hij zijn bloed aan het kruis. Zodat wij nu mogen komen met vrijmoedigheid. Mogen naderen tot die God die nu door zijn zoon verzoend is. Daarvoor moest hij dat alles ondergaan. Heel die lange lijdensweg. Om die deur te openen. Die wij hebben gesloten. O liefde. Die om zondaars te bevrijden. Zo zwaar wou lijden. Hij is die man. Waar die psalmist over spreekt. Die man. Die oprecht wandelt. Gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert.
die zijn vrienden geen kwaad doet, die geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. Zelfs niet als die naaste hem nagelt aan het kruis houdt. Jezus is de deur. En jongens en meisjes, waar brengt deze deur ons? Deze deur brengt ons. Jezus is de deur en hij brengt ons bij God, de Vader. En door die deur, door Jezus, mag je naar binnen. Gemeente, God heeft ons die deur gegeven. Hij heeft het bedacht. Hij heeft het ontworpen. Hij is toch die grote architect. En waarom heeft hij die deur ontworpen? Zodat jij daardoor naar binnen gaat, behouden wordt. En als dan de muur op je afkomt, de muur van je zonde, de muur die zegt het kan nooit. God is heilig en jij bent een zondaar. En je denkt, hoe kan ik nou ooit voor God verschijnen? Kom dan naar de deur. Want de muur zegt, verboden toegang. Maar de deur zegt, kom binnen. Kom binnen. Jezus zegt het later. Wie over de muur heen klimt, is een dief en moordenaar. Maar wie door mij ingaat, zal behouden worden. Vanwege de prijs die hij betaalde, kan de heilige, waarvan de engelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, weer omgaan met ons, met zondaren. Vanwege de prijs die hij betaalde, mogen wij met hem omgaan, vertrouwelijk omgaan. Mogen we komen, heilige grond betreden. En hij roept ook u en hij roept ook jou. Om niet op afstand te blijven, maar om naar binnen te gaan. Jezus roept jou. Om je leven niet zomaar voorbij te laten gaan. Aan die tent voorbij te leven. Hij roept ook u, om niet alleen maar naar die muur te kijken. Want dan kun je nooit naar binnen. Maar door de deur naar binnen te gaan. Want de deur is open. Hij zegt het zelf. Ik heb u een geopende deur gegeven. En die deur gaat eenmaal wel dicht. Zoals in de dagen van Noach. En elke hamerslag was een nodiging. Kom binnen. Kom binnen. En toen deed God de deur dicht. Durf jij eerlijk in de spiegel te kijken? Ben je al binnen? Of ben je nog buiten? Ben je voor eeuwig gered? Of leef je nog altijd in de duisternis? Hoe dan, vraagt iemand, naar binnen? Kan ik naar binnen? Ja, ook jij kunt naar binnen.
Jezus zegt door mij. Door mij. Wie door mij ingaat. Wie hij dan ook is. Wie door mij ingaat. Die zal behouden worden. Door mij. Dat betekent dat het kan. Dat het mag. Dat er niets meer hoeft te gebeuren. Want het is volbracht. Door mij, zegt hij. De Israëlieten mochten alleen naar binnen als ze iets meenamen. Als ze een offerdier meenamen. Maar u mag komen met lege handen. Pleitend op zijn offer. Door hem mag ook u naar binnen. Ook al is uw zonde nog zo groot. De prijs die hij betaalde was echt groter. En hij is de deur. En hij is blank, zegt Salomo in het Hooglied. En hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Hij is die grote overwinnaar. En aan hem is alle macht in hemel en op aarde. En hij zegt het zelf tegen jou, tegen u. Kom terug bij mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. Gemeente, als antwoord op de verkondiging gaan we nu zingen uit Psalm 118. Psalm 118 over die poort, over die deur. Dit is de poort der zeren, daar zal het rechtvaardig volk door trainen om hun God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheden. Psalm 118, 10e vers.
Laten wij samen danken en bidden. Heere grote ontfermer, aan het einde van de dienst komen we tot u in gebed. En we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. U kwam tot ons, zo heel gewoon, zoals u dat elke zondag doet. Door woorden, door menselijke woorden, die zo vol van gebrek zijn. En toch spreekt u daar doorheen, daar dwars doorheen. Laat u uw stem horen. En de schapen horen uw stem en zij volgen u. En zo danken we u voor wat u gaf, voor uw woord, voor de afbeelding erbij, voor de foto, voor de tabernakel. We danken u dat u ons onderwijs gaf, dat u ons laat zien wat er in uw hart is. Wij zijn wel veranderd, maar u bent niet veranderd. U zoekt nog steeds naar contact, naar verbinding, naar gemeenschap. En wij zijn zo anders dan u. De witte muur laat het ons zien als een spiegel. De witte muur zegt stop. Maar nu hebt u die deur gegeven. In het midden, zodat het aan niemand zal ontgaan. Zodat niemand straks hoeft te zeggen, maar ik wist het niet. Want u hebt het ons getoond. U bent die deur, Heere Jezus. En u zegt, vertrouw op mij. En ik zal het doen. Ja, u hebt zelf de deur geopend. Niet voor vrome mensen, maar voor goddeloze mensen. Voor zondaren die er niets van terecht brengen. Daarvoor bent u gegaan, de weg naar Golgotha. Daarvoor gaf u uw bloed, daarvoor gaf u uw leven. En nu is er een toegang, vrije toegang. Wij mogen met vrijmoedigheid binnengaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Dan kunnen we toch niets anders dan danken voor uw bloed, Heere Jezus, dat u uw leven gaf. Doe ons uit dit wonder leven. Heere, we bidden voor de rest van deze dag. Geef uw zegen aan uw dienaar die vanavond het woord zal verkondigen. We bidden dat u deze week nabij wil zijn in de gemeente. We bidden voor het aanstaande bruidspaar. Geef hen uw zegen. Geef hen uw nabijheid. Als ze samen hun weg mogen vervolgen, wilt u erbij zijn bij de huwelijksdag, maar ook daarna, dat ze voortdurend het van u zullen verwachten. Want Heere, u zegt het toch zelf in uw woord, dat wie het van u verwacht niet beschaamd zal worden. Heere, zo bidden we voor elkaar en bidden we dat u ons leiden wil. We danken u dat ook doet door uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we het gezang 49. Gezang 49 en daarvan het eerste vers. Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat ik niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Gezang 49, vers 1.
Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.